best wel meerdere te leren uit. Ik heb nog wat mededelingen, die wil ik eerst even voor de opening uitnoemen. Na de musical is er bij de uitgang een collecte voor de onkosten. Dus als u daaraan wilt denken, het zou fijn zijn. Het is natuurlijk logisch dat musical als dit de nodige onkosten met zich meebrengt. Dus het zou fijn vinden zeg maar, als u daarin meedenkt. Na afloop van de musical is er voor iedereen gelegenheid na te praten. Onder het genot van een kopje koffie of thee. Dat zal hiernaast in de kantine plaatsvinden. Met name de oude koorleden worden hiervoor uitgenodigd. Maar iedereen mag gerust komen. Iedereen is van harte lopen. Ik wil graag allereerst beginnen met het gebed. Lieve Heer God en Vader in de hemel. Op deze bijzondere avond mogen we tot u komen. Heer, wat bent u goed voor ons. Heer, u zorgt elke dag voor ons. Heer, dank u wel dat u ons elke dag wilt omringen met uw liefde en trouw. En Heer God, ik wil u met name ook danken dat we zoals Gospelkoor Salvation op deze manier ons 12,5 jaar bestaan mogen gedenken. Heer, dank u wel dat u dat ook gegeven hebt, Heer, de afgelopen 12,5 jaar. Heer, dat we zoals Gospelkoor proberen om uw evangelie te verspreiden, Heer, door middel van onze stem. Dank u wel daarvoor. Heer, dank u wel dat er zo vanavond zoveel mensen mogen komen hier om daarvan ook getuige te zijn. Heer, en we willen u dan ook bidden om een zegen over de muziek, over de zang. Heer, over alles wat we hebben ingestudeerd. Dat het alles tot uw eer mag zijn. Heer, maar bovenal dat de boodschap ook over mag komen, Heer, die in deze musical mag klinken. Heer, wilt u ons zegenen daarin? Heer, en wilt u met ons meegaan in alles? Heer, laat het een goede avond zijn. Dat vragen we niet omdat wij het verdienen, maar om Jezus wil. Amen. Kijkt u wel eens goed om u heen? Wat gebeurt er toch veel, hè, de laatste tijd? Het journaal laat elke dag de meest verschrikkelijke beelden zien van de wereld om ons heen. De krant staat vol met foto's en verhalen van nare dingen. Het lijkt wel of alles wat vroeger alleen in verre landen of grote steden gebeurde, nu veel dichterbij komt. De frequentie van natuurrampen doet de wetenschap grote zorgen baren. De ene ramp volgt de andere op en je vraagt je af wanneer wij getroffen worden. De aarde warmt op door het gat in de ozonlaag, die wij zelf veroorzaken. Wanneer we ons eens in deze zaken gaan verdiepen, moeten we ons wel zorgen maken voor de toekomst. Oké, onze generatie zal er dan misschien geen last van ondervinden. Maar hoe gaat het bij de volgende? Het Midden-Oosten staat in vuur en vlam. Continu zijn er nieuwe ontwikkelingen waarin Jeruzalem centraal staat. Het begin der weeën. En als de weeën begint, is het kinderkomst. Jezus stuurt ons daar waakzaam en door de Satan en zijn valse profeten.
profeten Daniel, Ezechiël en Johannes hebben gezien dat zonde en dood niet voor eeuwig over deze wereld zullen heersen. Ze hebben ons verteld dat naar gelang de tijd vordert er een toename zal zijn van verwoesting, ziekte en ellende. Toch is er hoop die sterker is dan de ondergang. Zij hebben namelijk ook voorspeld dat onze gebroken wereld gered zal worden. Het koninkrijk van God, van vrede en gerechtigheid, zal baanbreken. Jezus heeft gezegd dat we moeten letten op wat er met Israël en Jeruzalem gebeurt als er een nieuwe tempel gebouwd wordt. Alle profetieën zullen vervuld worden. Jezus zal eenmaal over deze aarde zijn wereld regeren. Zijn machtige beloften zijn waar. Zal deze generatie het meemaken? Yeah.
universeel, illusie, zonder God, superkerk, feest, fantastisch. Wees op je hoede, de tijd dringt. Jezus is en blijft de weg, de waarheid en het leven. Jij mag er zijn voor God. Else to give. Oh, I can feel it.
Hij is vol duisternis en kwaad. Hij is de antichrist.
Antichrist zal mensen gaan vervolgen die voor de waarheid en echtheid staan. Gelovigen zullen moeten onderduiken. Deze periode zal niet gemakkelijk zijn. Maar dan zullen wij als gelovigen elkaar mogen oproepen. Hef uw hoofden omhoog, want uw verlossing is nabij. We hoeven niet te buigen voor deze wereldheerser en zijn systeem. En zullen dat ook niet doen. Uiteindelijk heeft God alle macht en heeft zijn bij. In deze periode zal God 7 oordelen en 7 plagen over deze wereld laten komen. Ben jij bang om God te volgen? Dan roep je op om te geloven. Well, there's a day soon coming that the judgment of the world will begin. When the sky will be dark and then the mountain will dance like broken hand. Is oorlog nodig om die conflicten uit te vechten? Laat ze reinigen door de
De duisternis zal donkerder worden. Maar wie licht uitstraalt, zal steeds meer licht verspreiden. Jezus heeft gezegd, in deze wereld zul je problemen kennen. Maar weet dat ik deze wereld overwonnen heb. Wij mogen God laten zien in woord en daad. Dit is oneindig, veel sterker. God overwint. Wij worden opgeroepen om ons niet te verbergen, maar sterk te zijn en te overwinnen. Actie, waar ben jij? Velen sterven.
worden verduisterd. God kondigt ons de eindtijd aan. De aarde is vol rookzuilen. Plagen van vergiftiging, bloed en sprinkhanen treffen de wereld. De rivieren in het oosten drogen op. Een leger van miljoenen soldaten komt uit het oosten. Thank you.
God zal als rechter op de troon zitten en het boek van het leven openen. En wie daarin staat, zal een plek hebben op het mooiste feest ooit gevierd. De bruiloft van het Lam. De profeten roepen op om voor Jezus te kiezen, zodat wij in het boek van het leven mogen staan. Staat jouw naam? Thank you.
Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij en de zee is er niet meer. Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar.